Het groene hart van Holland, waar de wonende en werkende mens steeds verder op rukt. Ook Alphen aan den Rijn kreeg zijn deel van de chemische troep die de arbeidszame Randstad uitbraakt. In de nationaal bekende Coupépolder verborg men de smeerboel onder een fraaie golfbaan. Het kan geen kwaad, zolang de mannen in de glas- en loodbroeken het gras maar niet eten. Alphen aan den Rijn. Op een viersprong van land- en waterwegen ligt tussen uitgestrekte polders, plassen en stiltegebieden. De stad in het centrum van Hollands groene hart balanceert op het slappe koord tussen randstedelijke dynamiek en de rust van polder- en recreatiezone. Een voortdurend gevecht tussen het oprukkende industrielawaai en de landelijke rust. In Alphen ligt ook de wijk Ecolonia, waar 9 architecten met aandacht voor milieu en energie op een andere manier bouwden dan in ons land, helaas, gebruikelijk is. Nieuwe isolatietechnieken. Aandacht voor onderhoudsarme en natuurlijke grondstoffen. Minder schadelijke verf. Opnieuw te gebruiken materialen en beton en baksteen granulaat. Natuurlijke energiebronnen en hergebruik van warmte. Leeft men in Ecolonia voor een deel in de toekomst? Om de hoek wordt het verleden teruggeroepen. Hier wordt het Archeon gebouwd, waar de bezoeker in 1994 kennis zal kunnen maken met onze geschiedenis vanaf de verre prehistorie tot aan de middeleeuwen. En dan hebben we nog een winterkamer die verwarmd wordt. Ja, en die zit tegen hier. Ja, precies. Op 60 hectare verrijzen onder andere prehistorische nederzettingen, een Romeinse stad en een fort, een deel van een middeleeuwse stad en een klooster. Een overzicht van onze geschiedenis van 10.000 jaar voor tot 1600 jaar na onze jaartelling. Zo moet het er, 60 hectare groot, uit gaan zien. Het beeld nu. In dit archeologisch themapark is alles wat gebouwd wordt een reconstructie van iets dat elders werd gevonden. Gerard IJzerreef, directeur en archeoloog. Wat zijn reconstructies? Is dat natte vingerwerk of... Nee, dat zijn zo wetenschappelijk mogelijk verantwoorde herbouwen van zaken die we hebben opgegraven. Dus ieder pand wat hier komt te staan is gebaseerd op een opgraving. De plattegronden zijn bekend en de derde dimensie hebben we er dankzij wetenschappelijke jongens en heel veel studiewerk hebben erbij gemaakt. Als iemand aan jullie vraagt, ja, maar wat wordt het nou? Wordt het een pretpark of... Op wat voor publiek gokken jullie? Wij gokken wel degelijk op groot publiek. En het wordt dus in de eerste plaats niet een wetenschaps- en een educatief park, maar het wordt een attractief park wat in het rijtje van een aantal in Nederland bestaande dingen gewoon meegaat. Wij bezorgen mensen ook een aangenaam dagje uit en vinden het leuk dat wanneer ze thuiskomen dat ze wat opgestoken hebben. In het Archeon wordt een boomstam uitgehold en op de Nieuwkoopse plassen blijkt dat de primitieve kano op zijn minst in evenwicht blijft. De Nieuwkoopse plassen, 2000 hectare groot, waarvan 1100 hectare onder beheer van natuurmonumenten. Een prachtig natuurgebied en een oase van rust. De snelle speedboten en de disco's hebben elders domicilie gekozen. De heer Alta is opzichter van een gebied waar vroeger de klei, de turf, verdrong. Door de slechte kwaliteit van de turf hebben we nu hier dat mooie plassengebied eigenlijk. Ja. Het groeit hier voornamelijk. Nou, dit is ook een soort oerbossen, wat we achter ons zien. Ja, wat we nu hier zien, dat is eigenlijk de oorspronkelijke vegetatie. Zo zou het er eigenlijk uit moeten zien als niemand iets deed. Ja. Dat riet wat we natuurlijk hier ook een flinke oppervlakte hebben, zo'n 350 hectare ongeveer.
Dat wordt ieder jaar gemaaid. Als je dat niet zou doen, dan veranderen dat in 10, 20 jaar. Hetzelfde wat we hier, in wat we hier achter ons zien in het moerasbos. Van het regenachtige groen van de Nieuwkoopse plassen naar het tropische groen van Avifauna, het eerste en grootste vogelpark van ons land. Dit is een trompetvogel en wel hierom. Martin van der Valk is directeur van het complex. Hoeveel soorten vogels fladderen en stappen hier rond? Ja, goede 400, 450 denk ik. Het wisselt wel eens wat, er gaat wel eens wat dood, er wordt wel eens wat geruild, verkocht. Maar een gemiddeld assortiment van 400, 450 soorten. Met hele bijzondere vogels? Ja. Ja, met name denk ik de hoornvogels waar we net doorgelopen zijn. Daar hebben we een klein beetje reputatie. Die hele grote, die dubbele waar al sinds denk 6, 7 jaar resultaat meegemaakt is. Dat er jongen uitkomen, dat is denk ik heel bijzonder. Casuarissen waar we goede resultaten mee boeken. Dat zijn die Nieuw-Guinese struisvogels, zeg maar, zonder vleugels. Die hele grote poten. De ibissoorten, kraanvogels natuurlijk, dat moet ik niet vergeten, maar ook een denk ik aardig assortiment mee. Terug naar het Groene Hart. Veel natuurgebied is verloren gegaan en de vraag is, hoe win je dat terug? Nou, bijvoorbeeld door landbouwgrond een andere bestemming te geven. Op het erf van Boer de Jong wordt zenuwachtig gebreid. Er komt hoog bezoek. Autoriteiten wijzen fotografen hun plaats. En trachten tevergeefs agrariër de Jong longen van de Randstad. Maar het inwonertal neemt toe en voor een ieder zal werk gevonden moeten worden. Er is sprake van aantasting van het Groene Hart door die bevolkingstoename. We proberen wel om ook in onze nieuwe wijken die natuur zoveel mogelijk naar binnen te halen. In de nieuwe wijk Kerk en Zalen zijn de oude weteringen, is de oude structuur als het ware gespaard. Maar we zullen met verre groei heel goed moeten uitkijken dat er niet onvervangbare natuurwaarden worden aangetast. Want ook Alf van der Rijn is zeer sterk gegroeid hè, de laatste jaren. Heel hard. Nu 64.000 inwoners en in 1960 nog geen 25.000. Het huis van de dichter J.C. Bloem. In Alphen, waar hij de gelukkigste tijd van zijn leven heeft gehad. Althans, dat schreef hij. Een fraaie woonwijk met jachthaven. De droom van iedere bootbezitter. En wij gaan, via Woubrugge, naar het Braassemermeer. Staatssecretaris Gabor gaat op het ministerie van Landbouw over het natuurbeheer. Men wil landbouwgrond inwisselen voor natuurgebied. En veel meer dan velen van ons weten. Dat wordt nog moeilijk.